Ja, ik wil weer even verder gaan. Ik heb het toen vorige keer gehad met Pasen over het leven van Jezus, over die zeven wonderen van het kruis. En dat laatste wonder, dat zevende wonder, dat is het opnieuw geboren zijn. Amen. En dat is heel erg belangrijk, want dat is dat God daarmee verder wil gaan met iedere christen, ieder kind van God. Opnieuw geboren worden, dat wil eigenlijk zeggen, niet meer ik, maar Christus in mij. Amen. Dat betekent dus dat, dat Jezus' leven mijn leven is. Dat zijn liefde mijn liefde is. Dat zijn blijdschap mijn blijdschap is. Amen. Dat zijn geduld mijn geduld is. Dat zijn kracht mijn kracht is. Dat zijn vriendelijkheid mijn vriendelijkheid is. En dat is dus ook een onafgebroken aangesloten bron die nooit zal opdrogen. De apostel Paulus die zegt ook, voor mij is leven Christus. En doordat de Heilige Geest, die de Geest van Jezus wordt genoemd, in ons komt wonen, zullen we kunnen doen wat Hij van ons vraagt. Amen. Zodra wij opnieuw geboren worden, ontvangen wij het hart van Jezus. Dat klopt in ons en de Geest van Jezus woont in ons. En God had het in lange tijden ervoor, had God het daar ook al over, in Ezechiël. God sprak ook al door de profeten. Daar zegt God, ik zal u een nieuw hart geven, nieuwe en goede verlangens en een nieuwe geest in uw planten. Ik zal van uw zonde versteende hart wegnemen en u een nieuw hart van vlees ervoor in de plaats geven. Doordat mijn geest in u zal wonen, zult u mijn wetten gehoorzamen en doen wat ik van u vraag. Als wij opnieuw geboren zijn, heeft de Heilige Geest het leven van Jezus Christus in ons geplant. Elk kind van God kan hem dus gehoorzamen en de verleidingen van de wereld overwinnen. Door op hem te vertrouwen en door het geloof in Jezus Christus. Maar Gods woord geeft ook een waarschuwing. Want er is natuurlijk, dat gaat natuurlijk niet zomaar, hè. Want er is nou eenmaal strijd tussen onze zondige natuur en de goddelijke natuur van Jezus die in ons woont. Daarmee, ja, daar zullen we ons leven lang altijd strijd mee hebben. En dat is ook een strijd tussen de twee wetten. Want Paulus, die heeft het daar ook al over, in heel hoofdstuk. Is dat in Romeinen. Anders moet je dat voor je thuis zelf nog maar eens lezen. Ik ga niet dat hele hoofdstuk lezen. Dat is een heel lang hoofdstuk. Dat staat in Romeinen 7. Maar kort gezegd, dan zegt Paulus ook van, ik begrijp mijn eigen daden niet. Want het goede dat ik wil doen, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet doen wil, dat doe ik juist wel. Ongelukkig mens als ik ben, wie zal mij verlossen? Ja, je kan alleen maar door de Heer Jezus daarvan verlost worden. Amen. En dat heeft God dus bewerkt door zijn kruis. Als wij het leven van Jezus in ons willen ervaren, moeten wij leren te gehoorzamen aan de Heilige Geest. Alleen dan zal de macht van de zonde geen enkele invloed op ons leven kunnen uitoefenen.
Hoewel wij nu dus feitelijk in Jezus mogen leven, onze zondige natuur openbaart zich in ons als wij dus terugvallen op onze eigen kracht en naar ons eigen inzicht leven. Gods woord leert dus, er is dus niet alleen zonde in mij aanwezig, maar ook een wet van de zonde. Er is niet alleen dood in mijn leven, maar ook een wet van de dood. Deze wet van zonde en dood verzet zich tegen alles wat goed is en verlamt onze wil om het goede te doen. Dat is dus het probleem waar wij mee zitten. Als het gevolg van deze wet die in ons lichaam is, zondigen wij vanzelf. De apostel Paulus beschrijft heel herkenbaar hoe de wet van de zonde in zijn en ons leven werkzaam is. Wat ik er net al zei. Maar er is hoop, want de wet van de geest van leven, die heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Een christen is dus iemand in wie de geest van Christus woont en is daarom dus niet langer machteloos. Wij hoeven dus geen superchristenen te zijn om de wet van de zonde te overwinnen. Het enige wat wij moeten doen is dat wij ons leven helemaal onderwerpen aan de heerschappij van onze Heer. Dan zal Hij ons bewaren voor die oude wet van de zonde. En dan is het niet door onze eigen kracht, maar door de kracht van God. Amen. En we moeten dus ook niet denken dat we uit eigen kracht dus onze zondige natuur in bedwang kunnen houden. Nee, dat kunnen wij absoluut niet. Want koning David die schreeuwde het al uit in Psalm 39. Van, hij probeerde al om zijn tong in toon te houden, maar het is hem helaas niet gelukt. Ook al wil je het goede doen, het kwade komt toch vaak weer omhoog. Er is slechts één die in de hof van Gethsemane tot bloedens toe heeft geworsteld met onze zonde en heeft overwonnen. En dat is Jezus Christus. Amen. Als de Bijbel ons oproept om ook tot bloedens toe weerstand te bieden in onze worsteling tegen de zonde, betekent dit dat de geest van Jezus in ons woont en ons helpt en kracht geeft de zonde te overwinnen. Zijn overwinning is dus onze overwinning. Daarom is het zo belangrijk dat wij ons oog in elke situatie op Jezus gericht houden. Onze zondige natuur die wil altijd zelf doen. En daar wacht de duivel dus op. Want waar ik vertrouw op mijn eigen kunnen, mijn eigen wijsheid en mijn eigen kracht, daar krijgt de duivel juist in. Dus je moet je hele leven in handen van Jezus leggen. Dan de geest moet werken in jou. Je kan het zelf niet. Want Paulus die zegt zelfs al van, of bent u niet zo zeker van uzelf dat u Jezus Christus in u hebt? Dus daarom is het zo belangrijk dat je Jezus in je leven hebt. Want als je Jezus niet in je leven hebt, kan dit helemaal niet. Hoe goed je ook probeert te leven, het gaat niet. Door het wonder van het kruis heeft God ons de kracht gegeven om de zonde te overwinnen. En zijn wij bevrijd van de slavernij onder de macht van de zonde. Waardoor wij
ononderbroken intimiteit met God kunnen beleven. Het is Gods wil dat wij een complete bevrijding ervaren van onze zonden. Er is maar één mogelijkheid om onberispelijk te leven. Dat is door te leven met de onberispelijke. Als wij ons oog op Jezus gericht blijven houden, bezitten we alles. Maar doen wij dat niet, dan keren we terug in onszelf en dan hebben we niets. En daarom mag je ook best tegen God zeggen, dat klinkt misschien wel heel raar, van Heere, dank u wel dat ik mijn partner niet lief kan hebben. Dank u wel, Heere, dat ik niet mijn vader kan vergeven. Dank u wel, Heere, dat ik dat allemaal niet kan. Nee, je kan dat alleen maar door God. Dat is toch wel heel erg belangrijk dat je dat bedenkt. Hij is het die in ons overwint. Hij is het die mij helpt wel mijn partner lief te hebben. Hij is het die mij helpt wel mijn vader te vergeven. Hij is het die mij kracht geeft om te stoppen met slechte gewoontes. Zolang ik leef in de intimiteit met Jezus, in gesprek met hem blijf, heeft zonde geen macht over mij. Maar doe je het niet, dan verlies je alles. En ben je een vogelvrij verklaarde. En heeft de zonde je te pakken. Zonde komt alleen tot ons als wij geen intieme, persoonlijke relatie met God door Jezus hebben. Daarom zegt Jezus niet voor niets, hè? Blijf in mij en ik in u. Hoe belangrijk is dat? We moeten aan de wijnstok van Jezus verbonden blijven. Want zonder hem draag je geen vrucht. En als de wijnstok geen vrucht draagt, dan wordt hij afgehouden en in het vuur geworpen. Onze zondige natuur, dat is dus de oude mens, die wil ons eigenlijk laten twijfelen, redeneren en beargumenteren. Maar de geest van Jezus, die helpt ons, onze zondige natuur, met zijn hartstochten te kruisigen. Door opnieuw geboren te worden, zal de geest van Jezus, het karakter van Jezus, de goddelijke natuur, in ons tevoorschijn beminnen. Hij heiligt ons naar ziel, geest en lichaam, zodat het hoofd het lichaam niet zal afstoten bij zijn terugkomst. Want als Jezus straks terugkomt, dan zullen wij zijn gelijk hij is. Zelfs ons lichaam zal dan, net als Jezus, een opstandingslichaam hebben. En in een oogwenk getransformeerd worden. Als Jezus terugkomt, dan zal hij zijn gemeente als een stralende bruid, zonder vlek of rimpel, naast zich plaatsen. Heilig en onberispelijk. Dat zal dan ook het moment zijn dat hij de macht overneemt op aarde. Maar vergeet niet waarom Jezus nog wacht, hè? Hij geeft ons nog tijd om nog zoveel mogelijk andere mensen te vertellen van Christus. Om hen nog te redden. God wacht nog tot de volheid van de volken. Het koninkrijk van God is binnengegaan. Dan zal Jezus terugkomen. En dat is alleen bij de Vader bekend hoeveel dat aantal is. Laat onze passie voor Jezus ons daarom vooral in beweging brengen. Om zoveel mogelijk mensen te vertellen van het wonder. Van het kruis. Verder leert de Bijbel ons
dat wij de komst van Jezus kunnen bespoedigen. Dat zijn drie dingen. Ons toe te wijden aan de verkondiging van het evangelie van Jezus aan alle volken en de wereld. De opdracht die God ons geeft. Het tweede is door vurig te bidden om de komst van Jezus. En ten derde door een heilig en godsvruchtig leven te leiden. Ja, laten wij dan ook dit gebed ook bidden aan God en de Heer danken voor alle wonderen van dat kruis en doordat Hij ons geloof heeft gegeven in Jezus Christus, dat wij eeuwig leven hebben gekregen door Hem. Dank u wel dat we u steeds beter mogen leren kennen, dat het ons verlangen is om elke dag met Jezus te leven en met Hem te wandelen. En dat anderen Jezus kunnen zien door ons heen. En dat ik daardoor ook de kans krijg om van Jezus te vertellen aan anderen. Hoe kun jij aan iemand zien dat Jezus dicht bij hem is? Hoe kun je dat weten? Daarom is het zo belangrijk om ook eigenlijk voor jezelf elke dag ook dit gebed te bidden. Jezus, vul mijn hart met uw vrede. Jezus, vul mijn ogen met uw liefde. Amen. Jezus, vul mijn mond met uw woorden. En Jezus, vul mijn handen met uw kracht en uw zegeningen. Amen. Om u lief te hebben en om u te dienen. Als God dat verwoordt in jouw leven, dan zullen anderen zien en zich bewust zijn dat Jezus dicht bij jou is. En zullen ze jaloers worden. En dan zullen ze denken van ja, dat wou ik jullie meegeven, deze boodschap. Amen. Dankjewel.